Een keertspartij organiseren, dat kennen een heel soort mensen wel. Een keertspartij organiseren met 83 partoer op de list, ja, daar komt wat bezien. Sommige mensen uit Ljouwdwaai, enthousiaste keertsliefhebbers, doen dat. Maar het horeca stritkeert. Voor de 22e keer wordt dat georganiseerd, Joet. De locatie wie het Oudehuis de Tjerkhof, aan de voet van de Oudehuis. Een prachtige gebeurt, vanaf 9 uur. 83 partoeren op de list. Een winnaars- en een verliezersronde. Nou ja, wie je Jussie minder als vliegend dier? Doen we er 85 partoeren. Een traditie bij het horeca streetkeersen is dat de PC-kening van het jaar daarvoor de eerste bal opslaan mooi. Voor de tweede keer weer het Gert Anne van het Bos en hij deed het mooi plezier. Om 9 uur is hij er klaar om de eerste bal te slaan. En van die 83 partoeren binnen meesten krijgt als mooi de Olympische Spelen. Het mooie van is belangrijker dan het winnen. Maar dan ben ik PC-keningen. Erik Seerden bij Gleeks. Hij woont vliegend hier en wil krijgt dus de PC 3 keer op Riege winnen. Dat wil er echt mooi het 22e horecastritkeersen. Ja, spietig dat er dan een oren PC-kening tien komt. En dat doet er tien Johan van der Meulen. Die keert mooi René Blom en Marco Lautenbach. En dat waren een prachtige partij. Erik Seerden, die keert mooi biedt Jan Dijkstra, die is justjes blesseerd en Hendrik de Jong. En ik zei het dan, ze verliezen het voor de hele finale in het partoer van Oond Mooncafé met Johan van der Meulen. De finale die gaat tussen het partoeren van Sportcafé Akkrum in het trefpunt Hudde Griep. Nou ja, dat zou dus natuurlijk niet. Maar als we de namen zeggen, dan kunnen we er al meer bij voorstellen. Sjoerd Boonstra, Johan Binnema en Jan Jelle Jongsma. Die keert ze van het Sportcafé Akkrum. En Peter Tolsma, jawel, Peter Tolsma. In de 80er jaren wint hij de Vreulenpartij. Hij keert met Teun en Jan Lindhoff voor het trefpunt Hudde Griep. En ze maken ze een prachtige finale van. Want het partoer van het trefpunt Hudde Griep komt met 4 van mijn traaien voor. 4 van mijn fjouwer voor. Zo is 12 voor. Maar dan hielde de keertswetten. Je kent de partij net uitmaatje. En op 5 eerste lik. Zo is fjouwer. Dat Johan Binnema iets wat alle keertjes wil. De bal boppen over alles heen slaan. En daarmee de partij uit. En daarmee de winst voor haar partoeren. Op het 22e stripkeertspartij. Het Sportcafé Akkrum wint dus het stritkeertsen in Ljouwd. Maar Sjoerd Boonstra, Johan Binnema en Jan Jelle Jongsma. Het trefpunt Hudde Griep, die we twadde met Peter Tolsma, Teun en Jan Lindhoff. En het Oond Mooncafé met Johan van der Meulen, René Blom en Marco Lautenbach winnen de tweede prijs. Meer prijswinners op de website www.straatkaatsen.nl.